En de start is gevallen. De Sacrifice Adrie de Vriesprijs. En door de eerste meters aan de binnenkant de Million Dreams de leider. Maar daar komt Miras en aan de binnenkant probeert ook Santasario naar voren te komen. De deelnemers komen de eerste meters door. Maar er is volgens nog een strijd om de leiding. Tussen aan de buitenzijde uitbrekende Miras en aan de binnenzijde daar voordeel van hebbende A Million Dreams. A Million Dreams heeft nu duidelijk weer de leiding. Heeft nu twee lengten voorsprong genomen. Santalarno op de tweede plaats. Daar komt aan de buitenzijde nu Tasmim naar voren. En nu wordt Tasmim de bedreiger voor de leider. En daar komt toch ook die Miras weer terug in het rechterstuk aan de overzijde. En dat betekent dat we een drietal paarden dicht bij elkaar hebben als we aan de overzijde van de baan zijn. Met aan de binnenkant de Million Dreams en aan de buitenzijde daarvan Tasmim. Daarachter volgt dan Miras. En achter deze paarden is het dan Lakeside en die wordt gevolgd door Makasana. Dan is het Be Cool met verder weg in het veld Santalarno. Daarachter volgt dan de nummer 7 April Wine. En de deelnemers gaan de laatste bocht in. Met nog altijd de Million Dreams. En Kobe van der Beken die het commando heeft. De Million Dreams. Stal Watlow komt er nu ook aan. Aan de buitenzijde Tasmin. Daarachter op de derde plaats Lakeside. Dat zijn de drie best geplaatste paarden. Op dit ogenblik als ze de laatste bocht ronden en richting laatste rechte lijn gaan trekken. En deze drie paarden die hebben nu wat meer voorsprong genomen. Nog op Miras. Daarachter April Wine en Be Cool en Makasana. En zo komen een laatste rechte lijn met 600 meter te gaan. A Million Dreams leidt nog altijd aan de buitenzijde. Chelsea Watlow met Tasmin. Martin Watlow met Lakeside, die ligt daar dichtbij. En zo gaan de deelnemers dan de laatste fasen van de koers in. We hebben nog 350 meter te gaan aan de binnenkant A Million Dreams. Aan de buitenzijde Lakeside. Tasmin heeft moeten lossen. Daar komt nu April Wine nu voor in de plaats naar de derde plaats. Topweight Be Cool komt aan de buitenzijde naar voren. Maar het gaat op haren en snaren als de paarden de laatste meter zich gaan. Maar daar komt uiteindelijk Lakeside het beste eruit. En Lakeside is de winnaar. Close voor de tweede plaats, April Wine. Aan de buitenzijde wellicht nog van nummer 2 A Million Dreams. Maar dat is aan de rechter.